Sinds een goede anderhalf jaar dat we op de ambulance ook echo's maken. Er zijn een aantal collega's daarvoor opgeleid. En, waarin we ze gebruiken om toch wat uitgebreider onderzoek te doen. Zoek onder andere naar problemen met de aorta, toch wat cardiale problemen, eventueel wat longproblemen. En dat is eigenlijk wel een echo goed te onderzoeken. Nou, wij komen ook met regelmaat voor dat we andere collega's die niet echt opgeleid zijn assisteren. Die toch mensen met buikklachten hebben. En dan komen wij kijken of daar wat aan de hand is. Dus ze kunnen elkaar wat helpen. Ja, dit is ons apparaat. Waarin we de echo's maken. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een echo van een hart. We kunnen precies zien hoe het hart, hoe die klopt, of de vulling goed is. Je kunt eigenlijk wel heel erg veel mee kijken. Hè. Normaal kun je alleen de buitenkant kijken, maar nu kunnen we echt zeggen in de patiënt kijken. Dus daar onderzoek wat uitgebreider. Ja, we doen met nu, zoals ik al zei, met meerdere collega's. Weer een heel noordelijk Gelderland met 18 man, waarin we dit onderzoek doen. Nou, we hebben meerdere casussen gehad waarin natuurlijk ook bij ongevallen kunnen we natuurlijk kijken of mensen inwendige bloedingen hebben. Natuurlijk aan de buitenkant kunnen we dat niet zien, alleen maar vermoeden. Maar de echo kan dat dan op dat moment bevestigen, waarin we ook eigenlijk ook een keuze kunnen maken welk ziekenhuis op dat moment het beste is. Dat we over het algemeen dan vaker doorrijden toch naar een traumacentrum. Zodat de patiënt daar op zijn plek is en snel op voor elkaar kan gaan.